In de serie Zo werkt het zijn we deze keer eens gaan kijken bij het biologisch landbouwbedrijf van Jan en Mariet Overes in het buitengebied van Raalte. Jan Overes, waarom zijn jullie destijds met een biologisch landbouwbedrijf begonnen? Nou, dat is in 1994 gebeurd. De oorzaak was dat we genoeg hadden van kunstmest en gif en al die grootschalige toestanden. En daarvoor hebben we zitten kijken, zeg maar, vanaf 90 tot 94. En het jaar 94 zijn we omgeschakeld. Ja, maar jullie hadden eerst een gewoon landbouwbedrijf? Ja, gewoon akkerbouwbedrijf met varkenshouderij, zeugen en vleesvarkens. En in 94 zijn we omgeschakeld met de akker en groenten. En best wel een grote stap. Ja, toen wel. Maar achteraf bekeken is de omschakeling met de varkens moeilijker als met de akkerbouw en de groenten. Ja, laten we nu eens even gaan kijken hoe dat biologisch boeren in zijn werk gaat. Goed, prima. Kom maar mee. Wat voor gewassen verbouwen hier zoal? Nou, suikermais, aardappelen, verschillende soorten granen, waaronder spelt. Pompoenen, kalabassen. Ja. Een groot assortiment. Ja. Zeg maar, overal waar grond is, hè, daar wil wat groeien, maar er gaat ook onkruid groeien. Ja. En geen bestrijdingsmiddelen. Nee. Maar hoe bestrijd je dan het onkruid? Ja, zoveel mogelijk proberen het onkruid voor te zijn. Dus voor zaaien een vals zaaibed. Dat betekent met een echt erdoor. En na opkomst van een gewas of na het planten kun je met een schoffel of een aanader. En helemaal in het uiterste geval een keer met de hand schoffel. Als een onkruid kiemt en je strijkt met de handen door de grond, dan krijg je het witte draadstadium. Dan zie je allemaal van die kleine witte draadjes. En als je die boven kunt eggen, nou, dan ben je ze de baas. Maar als dat altijd niet meer kan, dan moet je met de schoffel doen. Ja, en wat het zaad betreft? Ja, zaad is biologisch zaad. Het is niet ontsmet dus. Er zit geen coating omheen. En dat zaai je iets dieper als de zaad dat hebben kan. Zoals mais bijvoorbeeld zaai je iets dieper. Maar als kraaien weten dat dat dicht onder de grond zit, dan halen ze die zaden eruit. En bij graan is dat net zo. Dieper zaaien en niet morsen op het eind, nou, dan lukt dat. En als het toch een beetje overlast is, dan zet je vogelverschrikkers er neer. Of een knalapparaat. Planten die hebben ook mest nodig. En nu kennen we allemaal kunstmest. Ja. Maar goed, dat gebruiken jullie dus niet. Nee. Maar wat dan wel? We gebruiken de mest van onze varkens, dierlijke mest. En ook plantaardige mest. Dat is eigenlijk gecomposteerde plantendelen. En je kunt ook stikstofbinders, klaveren bijvoorbeeld, of lupine zaaien. Die halen stikstof uit de lucht en die slaan dat op in de wortel. En dan kan het volgende gewas kan dat gebruiken. Vruchtwisseling is er ook belangrijk? Ja, heel belangrijk. Ook voor mineralenvoorziening, zeg maar, de mest als het ware. Maar ook voor ziektewering. Als je jaren achter elkaar hetzelfde gewas zou doen, dan wordt dat gewas ziek. En als je vruchtwisseling doet, dat betekent ene jaar mais, andere jaar aardappelen, andere jaar graan, dan is dat goed tegen de ziektes. En een betere groei. Ja, nu staan we hier bij een aardappelveld. Het loof is eraf, hè? Ja, het is in de biologische wereld zo van, als de aardappel dik genoeg is, dan wordt dat loof niet doorgespoten, maar dan wordt er afgehakseld, afgesneden. En daarna, om ziektesporen te voorkomen, wordt het nog een keer gebrand. Dan worden die plantendeeltjes dichtgeschroeid. En tijdens het groeien wordt er ook niks, geen middel gebruikt. Het is gewoon een kwestie van een sterk ras dat niet gevoelig is voor ziektes. En dan is de opbrengst soms iets minder, maar de smaak en de ziekteresistentie, die is belangrijk. Nou, ziet er goed uit, hè? Ja, deze raaiers zijn geklepeld omdat ze voldoende dik waren. En dat is een laat ras en dat laten we dan in 3 weken, een maand in de grond zitten. Want in de grond is de beste bewaring, dat is de beste plek. En dan kan dat velletje, dat moet een beetje hard worden, want als je zo zou rooien, kijk, dan komt er allemaal van die vellen aan. Ja. En dat kan niet, want dan zijn ze ook niet goed houdbaar. Dus als dat hard is, dat is maar 3-4 weken. Dan worden ze gerooid en dan gaan ze in kisten en dan gaan ze in de opslag. In de opslag wordt niks gebruikt, geen middel, geen gif, zeg maar. Puur op kwestie van 5 graden houden, 4 graden houden, dan houdt die aardappel zich goed. En dit is een speciale maissoort, suikermais? Dit is suikermais, ja. De maiskool is veel zoeter.
als gewone mais die we kennen, die als veer wordt gebruikt. Het gaat ook vooral om de kolf nu? Het gaat om de kolf, ja. De rest van de plant is onbelangrijk. Die wordt fijn gehakseld en in de grond verwerkt als groenbemester. Je verbouwt ook broccoli. Ja. Als ik zo eens kijk, dan zie ik daar toch heel weinig onkruid. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, natuurlijk weer met een schoffel. Proberen dat je het onkruid voor bent. Een keer of zes erdoorheen. Met die schoffel achter de trekker aan, zeg maar. Met vingerwielers. En als dan helemaal de nood aan de man komt, dan gaan we een keer met de hand door. Maar dat is bij dit veld nog niet gebeurd. Nee. Dit is een knalapparaat. Dat werkt op gas en op een accu. En dat gaat dan elke half uur of zo, kun je instellen, drie knallen geven. Dat is voor de verjaging van kraaien en duiven tegen vogelvraat. Ja, we staan hier bij een akker met pompoenen. En worden die gebruikt voor de sier? Nee, je kunt ze wel gebruiken voor de sier, maar ze zijn bedoeld voor consumptie. Dus het eetpompoenen? Eetpompoen, ja. De oranje Hokkaido. Je kunt hem bakken in stampot. Soep is heel bekend, soep. En frituren willen ook wel. Dus er is wel veel vraag naar? Ja, er is heel veel vraag naar. Ja, je hebt ook een veld met wat minder bekende graansoort. Ja. En dat is? Dit is spelt. Dat is een oude tarwesoort eigenlijk. Die is door de moderne tarwe verdrongen. Rond, ik geloof, 1900, 1850, toen werd die in deze streek verbouwd. En die is toen op een goed moment verdrongen door die Amerikaanse tarwesoorten. Die hadden meer kilo opbrengst. Spelt brengt iets minder op, maar de smaak is veel lekkerder. Wordt veel gebruikt voor koek en voor brood. Het is iets meer werk. Het zit in een jasje, het zaadje. Dan moet er uitgedorst worden. Daar ben je een speciale machine voor nodig. En de opbrengst per hectare is wat lager. Maar de smaak daar integendeel is heel lekker. Ja, jullie hebben hier niet alleen akkerbouw, maar je houdt ook dieren, in dit geval varkens. Kun je iets zeggen over de biologische manier van de varkenshouderij? Ja, de biologische manier van varkenshouden houdt in biologisch voer en een andere huisvesting. Grotere huisvesting. Een gangbaar vleesvark heeft bijvoorbeeld 0,7 vierkante meter en hier hebben ze 2,4. Alle varkens kunnen naar buiten toe, ook de vleesvarkens. En de zeugen, de dragende zeugen, die kunnen zelfs naar het grasland en naar de modderpoel om in de zon of in de regen te vertoeven. Mariet, dit is een beetje het potstal idee. Ja, dit is een potstal, een groepshuisvesting. En met dit stro is een potstal idee. Hier kunnen de dieren slapen. En als ze willen, kunnen ze naar buiten. En dan kunnen ze, daar staat een grote ruif met ruwvoer. En ze kunnen naar het land. En in het land hebben we een modderbad waar ze ook heel veel gebruik van maken. Je kunt wel zien, je ziet schone varkens, maar je ziet ook varkens helemaal onder de modder in het schone stro. Dat valt extra op. Ja, ik zie hier nog weer varkens met krulstaarten. Ja. Alle varkens hebben hier lange staarten, dat is ook iets van de biologische landbouw. Daar wordt niet gesleuteld aan de dieren. Ze behouden hun lange staarten, worden geen tanden geknipt. Dat is echt iets voor deze manier van houderij. Ja, jullie hebben er ook nog een winkeltje bij. Ja, het feit blijft natuurlijk dat biologische producten over het algemeen toch altijd een beetje duurder zijn dan de gewone producten. Nou, de mensen die biologisch kopen, die kopen het vooral omdat ze toch wel milieubewust zijn. Dat ze graag onbespoten groenten willen hebben. En ze kopen ook vaak biologisch om de smaak. De groente die wordt niet zo opgedreven, het groeit langzamer, is smaakvoller, niet zo waterig. Die mensen die komen hier elke week. En hiermee zijn we dan gekomen aan het einde van onze rondleiding. Ik zou zeggen, jullie nog veel succes met jullie biologisch bedrijf. Ja, dankjewel.